allerlei aspecten kwamen ook aan de orde, zoals welzijn, zorg, MKB, maar ook politiek. Eigenlijk alles kwam voorbij. Daarin probeerden we elkaar te vinden en te bevragen. Mijn bijdrage vandaag was samen met tafelgenoten een nieuw idee te verzinnen waarbij studieschuld wordt omgezet in een studieinvestering. Dus waarbij het mogelijk wordt gemaakt door Rabobank en andere partijen om te investeren in iemands toekomst. Nou, ik denk dat van die video van vandaag de kracht daarvan was dat mensen met verschillende achtergronden en leeftijden samen bedacht hebben dat deze maatschappij toe is aan meer samenwerking op lokaal niveau. De andere waarde is ook dat je heel concreet met een groep mensen acties kunt bedenken. En op het moment dat die dialoog dan zo waardevol is en inspirerend, dan gaan mensen ook eerder aan de slag om die acties te implementeren. En dat is uiteindelijk waar we het zeker met maatschappelijke vraagstukken om doen. Ja, mijn idee is eigenlijk laten we het gaan doen. Dus stop met al het mooie praatjes. Die moeten er zijn, maar ga het uitvoeren. Dus laten we gewoon beginnen. En dat start vandaag. Wat ik heel waardevol vind aan de dialoog is zowel de interactie met heel veel verschillende mensen uit Nederland, de inzichten die dat oplevert en ook de stappen die daarmee gaan zitten. En soms krijg je hele mooie specifieke ideeën, zoals Stan. Stan die een heel specifiek idee heeft en daar kijk ik enorm naar uit om dat te horen. De waarde van de dialoog is voor mij, maar ook voor Rabobank, dat we echt luisteren naar wat onze klanten, wat belanghebbenden, wat onze omgeving wil. En om echt van buiten naar binnen te kunnen denken, is het goed om echt te luisteren. En dat hebben we vandaag gedaan. En dat levert dus die prachtige inzichten op.